Hagelslag is een typisch Nederlands product. In het buitenland wordt hagelslag alleen maar gebruikt als bijvoorbeeld decoratie op een taart. Alleen in ons land en bij onze zuiderburen is hagelslag uitermate populair als broodbeleg. Bedrijf in Beweging is vandaag te gast bij Delicia in Tilburg, waar ongeveer 100 mensen werken. Delicia bestaat een goede 60 jaar. Is in 1937 begonnen in Rotterdam en in de 50er jaren naar Tilburg gekomen. Wat zijn de specifieke kenmerken van het bedrijf? Ja, specifiek voor dit bedrijf is dat wij één product maken, namelijk hagelslag. In een aantal vormen en types, ook vlokjes, gekleurde korreltjes, bruine korreltjes. Maar allemaal in deze vorm, granulaten met een mooi woord. En geen vloeibare chocola, geen repen en noem maar op, omdat het voor ons een zeer, zeer groot volume is. Hoeveel hagelslag maakt u per dag? Wij maken per dag zo'n 60.000 kilo hagelslag, 60 ton, in een drieploegendienst. En als je dat uitdrukt in pakjes consumentenproduct, pakjes van 400 gram, zijn dat zo'n 150.000 pakjes per dag. We staan hier feitelijk aan het begin van het proces van het maken van hagelslag. Wat gebeurt hier? Nou, om hagelslag te kunnen maken is de belangrijkste grondstof suiker. Zoals u ziet hier achter mij, wordt de suiker hier gelost. Deze suikerwagen heeft 30.000 kilo suiker bij, wat voor ons de belangrijkste grondstof is. Ik stel voor dat we van hieruit verder gaan kijken hoe hagelslag gemaakt wordt. Nou, ik stel voor dat u met mij meekomt. We staan nu in het grondstofmagazijn. In het grondstofmagazijn staan de grondstoffen die niet met een bulkauto kunnen komen, maar die we wel nodig hebben om hagelslag te kunnen maken. Dat is cacao in 750 kilo big bags, melkpoeder in 25 kilo zakken, dextrose, lactose. Zo hebben we de droge grondstoffen voor onze hagelslag te kunnen gaan maken. We zijn hier aangekomen in de computerproductieruimte. Wat gebeurt hier en wat voor machines of apparatuur staan hier allemaal? Nou, in de computerruimte worden de producten afgewogen die nodig zijn om hagelslag te maken. Dat kan zowel voor puur of voor melk of voor imitatie hagelslag zijn. De grondstoffen die worden hier ingegeven in de computer en die gaat dan vervolgens voor ons de grondstoffen afwegen. En dat wordt ook gecontroleerd van hieruit? Ja, van hieraf is de controle erop van elke menger die leeggedraaid wordt, wordt een uitdraai gemaakt en die wordt vergeleken of de grondstoffen ook gebruikt zijn. Van hieruit kan dus heel het proces bewaakt worden en gestuurd? Ja, van hieruit is het hart van om hagelslag te maken. We zijn hier aangekomen in de volgende fase van het maken van hagelslag. Waar zijn we nu aangekomen? We zijn hier aangekomen bij de mengers, waar de grondstoffen samenkomen en gekneed worden tot een homogene massa. We gaan zo meteen een kijkje nemen in de mixer, hè? Ja, en hier gebeurt het. We'll be right back.
We zijn aangekomen bij de volgende fase in het proces. Floor, wat gebeurt er hier en waar gaat het product nu naartoe? Nou, het proces is nu in de volgende stap. De mengers zijn klaar. Wordt nu gelost. Het los gebeurt hier via deze band, omhoog getransporteerd naar een verkleiningsmolen. Dan naar een metaaldetectie om even een metaaldeeltje eruit te halen. En dan valt het in een verdeelmolen. De verdeelmolen verdeelt in 9 strookjes die dan naar de korenmolen toe gaan. En dan valt het in de koeltunnel. We gaan al die stappen nog eens even bekijken. Oké, we gaan nu verder. Even terug. We hadden net een toelichting van u gekregen, van het proces. We staan hier bij de keutelmolen en we kijken eigenlijk even terug hoe ver we nu zitten in het proces. Nou, zoals u wel hebt geraden, we gaan vanaf de mengen lossen we op een band. We transporteren de spulletje omhoog. Komt hier dan in de keutelmolen. De keutelmolen verkleint om dan met een metaaldetector. Van de metaaldetector kijken we dat er een ijzerstukje in zit of metaalsoorten. Dan naar de verdeelmolen toe en daar verdelen we het in 9 stroken naar onze 9 korenmolens die dan gaan persen en dan in de koeltunnel komen. Aangekomen op de geautomatiseerde drageerafdeling. Hier wordt de hagel voorzien van een glanslaag. Dat gebeurt door toepassingen van candy. Candy is een woord dat wij hier veel gebruiken. Dat is een vloeibare suiker die opgelost is met water. De trommels worden hier gevuld met 500 kilo product. Worden tevens voorzien van de eerste laag candy. En worden dan opgehaald door de transportmiddelen die hier automatisch over de vloer heen lopen. Hier worden van punt A naar punt B gebracht. Waarom wordt deze bewerking eraan gedaan? Om ervoor te zorgen dat we op de hagelslag die eindelijk kaal uit de tunnel komt, te voorzien van een mooie glanslaag. De laatste afdeling waar we op zijn aangeland, dat is de inpakafdeling. Wat gebeurt daar precies? Nou, het inpakken van onze hagelslag. Die worden verpakt in assortimenten van 400 gram, 150 gram. Het kan ook een big bag van 750 gram. Wat de klanten willen, zo kunnen wij het verpakken. Dat betekent ook verschillende verpakkingen, verschillende klanten? Ja, verschillende verpakkingen, verschillende klanten, maar ook verschillende soorten hagelslag. Je hebt puur hagel, melkhagel, boko, boko licht, zwart-wit, zoals de mensen het noemen. Wij noemen dan puur en witte bij elkaar. En die kunnen verpakt worden in alle soorten verpakkingen. Zijn er nou ook grote en kleine verpakkingen? Je hebt grote verpakkingen, dan praten we over 750 kilo. Dat zijn dus een big bags, een klein verpakking, dan zitten we op een verpakking in de folie van 150 grammers. Maar het doorsgeent wat wij hier verpakken is een 400 gram hulzen. En die zitten we hier op de afdeling. Is er op dit moment voldoende personeel beschikbaar op de arbeidsmarkt voor uw bedrijf? Wij kunnen nog steeds mensen gebruiken. Met name, zoals wij ze noemen, procesoperators. Zoals wij behoefte hebben aan onderhoudsmonteurs. Dit soort mensen kunnen we zeker nog gebruiken bij Delicia. Wat is de toekomstvisie van het bedrijf en verwacht u nog verdere groei? Toekomstvisie, verdere groei. Wij hebben dus een heel groot marktaandeel in Nederland in het broodbelegstuk, zo'n 65%. Daar zijn we zeer tevreden mee.
Groei zit met name in het ingrediëntenstuk, in het stuk decoreren. Wij kunnen decoratiematerialen en ingrediënten maken voor de bakkerijindustrie, voor de ijsindustrie, noem het allemaal maar op, voor de hele wereld. En dat willen we ook graag uitdragen en daar kunnen we nog jaren mee vooruit. Een van die nieuwe ontwikkelingen bijvoorbeeld is dit soort strooiertjes met gekleurde hagelslag voor de Amerikaanse markt. Waar de Amerikanen hun ijs mee kunnen decoreren, want dat eten ze daar erg veel. Want als broodbeleg zijn dat markten die voor ons heel, heel moeilijk, zo niet haalbaar zijn.